De vlaggen bij het gemeentehuis in Veghel en de Turkse moskee hangen half stok voor de slachtoffers en nabestaanden van de aardbevingsramp in Turkije en Syrië. Burgemeester Van Rooij bezoekt vrijdag twee moskeeën, de Turkse en de Marokkaanse, omdat daar Syriërs bidden die ook Arabisch spreken. Ik heb in beide moskeeën het medeleven betuigd namens het gemeentebestuur, de gemeente, de gemeenschap van mijn Rijstad. Als ik de afgelopen week naar de beelden kijk, dan word ik eigenlijk steeds stiller. Stiller wat zich daar allemaal een ramp voltrekt. En hoeveel mensen daar ongelooflijk veel pijn, verdriet en onzekerheid bij hebben. En namens de gemeente, namens de gemeenschap van Meijer Rijstad, wens ik u daarbij heel veel sterkte en kracht. Om dat goed tegemoet te kunnen treden. Een groot deel van de Turkse gemeenschap hier in Veghel, die komen allemaal oorspronkelijk uit het rampgebied. Iedereen zit ook allemaal te kijken, te wachten wat met hun familieleden en naasten allemaal ontwikkeld is. Steunbetuiging is altijd zeer gewaardeerd. Fijn dat de burgemeester vandaag naar de Turkse moskee en ook naar de Marokkaanse moskee langs geweest is. Dat hij ook meeleeft met ons, zijn we zeer trots op. In de Turkse moskee is het vrijdagmiddag een drukte van belang. Er worden inzamelingen gehouden voor Giro 555. En de opbrengst van de traditionele Turkse pizza's zijn voor de slachtoffers in Turkije. De Turkse gemeenschap in Veghel bestaat uit 2000 mensen. In de moskee hangen de namen van de steden waar ze oorspronkelijk vandaan komen. Waaronder ook de rampsteden in het zuidoosten. Turkije. Adıyaman, Adana, Gaziantep, Kahramanmaraş, Hatay. Volgens Abdulkadir Evlek hebben sommige Veghelse families heel slecht nieuws gekregen uit het aardbevingsgebied. Ja, dat klopt. Ik heb het toevallig net ook al en gisteren ook signalen gekregen dat sommige Veghelnaren waar ook klein 30 familieleden verloren hebben. Dat is echt gigantisch veel. Staan ze in één keer stil. Mensen worden ook zwaar getroffen. Mensen die zijn heel erg emotioneel geworden. En het is niet anders dan wat zo is. Je denkt aan wat kan ik hiervoor betekenen. Voor alle slachtoffers van de aardbeving is er vrijdagmiddag een speciaal traditioneel gebed gehouden in de Turkse moskee. Heeft de moskee een rol bij de verwerking van deze ramp? Ja, tuurlijk. Het is een gebouw waar iedereen bij elkaar komt. Het is een gebouw waar iedereen blijft communiceren, sociale contacten houden. Dat iedereen iets van weet van elkaar. En dan proberen of dat je zelf daar iets kan betekenen. Het kan toch financieel zijn, het kan ook goederen zijn. En zo dat we dan ook lijntjes heel kort houden. En er wordt getroost. Ja, absoluut.